Over mijn eigen boek, dan natuurlijk ga ik over mijn laatste boek hebben. Een nagelaten verhaal. En het gaat namelijk om de zoektocht van mijn eigen achtergrond. En ik ben na 23 jaar voor het eerste keer 2 jaar geleden terug geweest naar mijn eigen geboorteland. En naar mijn geboortehuis. En daar heb ik namelijk ontdekt ook het liefde van mijn ouders. Hoe hun liefde was begonnen. En mijn vader was een soldaat en mijn moeder was een verpleegkundige. En hij lag in coma. En zij was diegene die hem verzorgde. En de dag dat hij zijn ogen opende en haar zag, was voor zijn kant liefde op het eerste gezicht. En uit die uitgangspunt ben ik met dat boek gaan schrijven. En het is eigenlijk zo ben ik helemaal teruggegaan naar mijn eigen jeugd. En naar het leven van mijn ouders. En het gekke is namelijk, als je denkt dat je geen herinneringen hebt aan je verleden. Het is verbazingwekkend als je met zo'n boek bezig bent. Wat allemaal in je onderbewustzijn opgeslagen ligt. Wat allemaal informatie daar gewoon voor je klaar ligt. Die je nooit geweten had dat ze al überhaupt in je hoofd waren. En dat heeft mij ongelooflijk verrijkt. Dat heeft mij ontroerd. En het is voor mij een dierbare boek. En ik hoop mensen die dat lezen, dat ze ook dat mooi vinden.